Welkom allemaal bij de tweede aflevering van het programma De Reis naar de Geboorte van Jezus. In deze aflevering zullen we kijken naar de tweede zondag van de maand Kerk. Het evangelie wat dan wordt gelezen is Lucas hoofdstuk 1 vers 26 tot en met 38. In dit stukje vindt de aankondiging van de geboorte van Jezus plaats. Wat gebeurt er? Nou, God die heeft de engel Gabriel naar de maagd Maria gestuurd om een hele belangrijke boodschap te sturen. Namelijk dat zij als maagd zwanger zal worden en dat zij een zoon zal krijgen en dat zij hem Jezus zal noemen. Ook zal hij de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. Naast dat de engel Gabriel een hele belangrijke boodschap aan Maria bracht, zijn er ook hele mooie lessen die we uit dit stukje kunnen halen. Het eerste wat we eruit kunnen halen is gehoorzaamheid en vertrouwen in Gods wil en Gods plan, zelfs in het onbegrijpelijke. Maria's reactie op de boodschap van de engel is een voorbeeld van diepe gehoorzaamheid en overgave aan Gods wil. Ondanks dat zij verward was en niet begreep hoe het überhaupt mogelijk zou zijn dat zij zwanger werd en een kind zou krijgen, vertrouwde zij op Gods kracht en plan voor haar leven. En dat zei zij ook met de woorden in vers 38, "Zie, de dienares van de Heere laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord." Deze houding van bereidheid om Gods wil te aanvaarden en te gehoorzamen is dus een hele belangrijke les voor ons. Het herinnert ons eraan dat wij niet altijd hoeven te begrijpen wat Gods plan is in ons leven en toch gehoorzaam te zijn. Soms is het vertrouwen en geloof te hebben in Gods voorziening voldoende, zelfs als we de details niet begrijpen. Het volgende wat we zien in dit stukje is dat God ook vaak zijn engelen stuurt om ons gerust te stellen. En dat kunnen we terugzien in de woorden die engel Gabriel heeft gebruikt toen hij de boodschap aan de maagd Maria gaf. Hij zegt namelijk tegen haar in vers 30, "Wees niet bevreesd Maria, u hebt genade gevonden bij God." Een ander belangrijk ding wat we terugvinden, wat extra wordt benadrukt in dit stukje, is dat niets onmogelijk is voor God. De engel verwijst dan naar de zwangerschap van Elisabeth, de nicht van de maagd Maria. En dan zegt hij, "En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar werd genoemd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn." Dit bewijst dat niets onmogelijk is voor God. Dit herinnert ons eraan dat Gods macht en mogelijkheden verder gaan dan menselijke beperkingen. Het moedigt ons dan daarom ook aan om te geloven in Gods vermogen en het onmogelijke in ons leven te doen. Verder zien we ook Gods genade en gunst. In vers 38 wordt Maria namelijk begroet als de begunstigde en gezegend onder de vrouwen. Dit benadrukt de genade en gunst die God op haar leven heeft geplaatst. Het herinnert ons er dus aan dat Gods genade een geschenk is die wij niet verdienen, maar die hij aan ons schenkt uit zijn liefde. Verder zien we ook nog eens de rol van de Heilige Geest in het tot stand brengen van het goddelijke plan. En de engel benadrukt dit door te zeggen, "De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom zal ook het Heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden." We kunnen hier dus zien dat net als Maria zijn we afhankelijk van de leiding van de Heilige Geest in ons leven om Gods wil te begrijpen en uit te voeren. Daarnaast kunnen we ook de vrucht van de Heilige Geest terugzien gedurende het leven van de maagd Maria, na de geboorte van Jezus. Haar leven was namelijk volledig gefocust op de mensen om haar heen en het ondersteunen van Jezus in zijn leven gedurende alle levensfases die hij hier op aarde heeft gehad. Over het algemeen kunnen we uit deze passage dus leren over gehoorzaamheid, vertrouwen, genade en de werkzaamheid van de vrucht van de Heilige Geest in ons leven. Het dient als een inspirerend voorbeeld voor hoe we ons kunnen openstellen voor Gods plannen in ons leven. Zelfs als het buiten ons begrip gaat en buiten ons comfortzone. Momenteel is de maagd Maria de zwanger van Jezus Christus, de Zoon der Allerhoogste. We zijn dus weer een stap dichter bij de geboorte van Jezus.
In het volgende filmpje wordt er stilgestaan bij de derde week van de maand Kerk, waarin we meer te weten komen over wat Maria precies heeft gedaan tijdens haar zwangerschap. Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. Amen.